Nou, de huidige wethouder en de mogelijke toekomstige wethouder bij elkaar. Nou ja, in ieder geval, zeg maar, het gezicht van GroenLinks gaat veranderen. Dus ja. Ik ben, denk ik, toch wel 10 jaar het gezicht van GroenLinks Waterland geweest. Ja. En ik verdwijn. En Astrid wordt het nieuwe gezicht. Ja. Ik heb natuurlijk afgelopen jaren Laura al opgevolgd in de fractie, als fractievoorzitter. Nu heb ik ook echt een mandaat van de leden gekregen om lijsttrekker te worden. En wordt nu ook dan al gesproken over mijn foto op de posters. Dus ik moet echt letterlijk het gezicht gaan worden van GroenLinks. En ga je het anders doen dan Laura? Nou, anders denk ik niet dat het woord is. Want wij als GroenLinksers hebben toch wel echt dezelfde ideeën. En Laura heeft het heel goed gedaan. Dus ik wil het heel graag voortzetten. Maar er zijn natuurlijk altijd wel weer nieuwe aandachtspunten. Ja. En denk je dat je het kan? Want anders had ik me niet opgeworpen ervoor. Want ik doe het ook heel graag. En ik heb me ook gezegd, ik wil het heel graag. Als ik gedacht had van, ik kan het niet, dan had ik dat nooit durven zeggen. Nee. En wat zijn jouw sterke punten? Ik denk dat ik rustig ben, beschouwend ben. Mensen op één lijn kan krijgen. Ja, ik ben geen confronterend type. Maar ik kan wel mijn verhaal duidelijk doen, hoop ik. Ja. Is dat voldoende, denk je, Laura? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja, ja, het gaat er toch om dat je je idealen uit kan dragen. En dat niet alleen, maar dat je ook in de samenwerking met andere partijen ook zoveel mogelijk voor elkaar kan krijgen. Ja. En dan moet je wel die eigenschappen bezitten natuurlijk. Ja, want het zijn soms hele vervelende tegenstanders, hè, in de raad. Ja, er wordt veel op de man gespeeld. En ja. Je staat natuurlijk volop in de wind, ook naar de inwoners. En je zult ook soms dingen doen die mensen niet fijn vinden. Nee. En ik heb dat wel gemerkt de afgelopen jaren. Je krijgt ook wel heel veel tegenwind. Ja. Ben je daarop voorbereid? Nou, dat hebben we natuurlijk afgelopen jaren in de fractie ook al wel gehad. Maar je ziet ook, hè, om even in de concrete woorden naar onze standpunten, dat je ook steeds meer gelijk krijgt. Want wij hebben met de laatste algemene beschouwingen of die daarvoor al gezegd van, wij moeten in Waterland naar een gasloze samenleving toe. En toen werd er heel hard geroepen van, dat kan niet. Maar als je nu de krant leest en gisteren en naar die aardbeving in Groningen weer, dan zijn alle neuzen staan die kant op van, we moeten naar gasloos. En nou, ik denk dat dat ook een van de speerpunten moet zijn voor de komende jaren. Dat ik las vanochtend in de krant dat dat 6 tot 8 jaar gaat duren. Dus ja, we kunnen eigenlijk geen dag wachten met daar een begin mee maken. En nou, toen Laura begon, nou, toen zei dus iedereen van, ja, maar kan dat wel? En moeten we dat wel? En we moeten niet voorop lopen. Nou, ik denk niet dat als wij nu daarmee aan de gang gaan, dat we voorop lopen. Maar dat we echt gewoon stevig door moeten stappen. Nou, we zijn wel een partij die altijd een beetje in de voorhoede zit. Dus je ziet dan heel veel dingen die nu tot gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld een oud industrieterrein in Monnikendam, het Galgeriet, waar een woonwijk komt. Dat wij 10 jaar geleden al riepen, dat moet een woonwijk worden waar ook bedrijvigheid in zit. En waar niet een woongebied is, maar waar ook plaats is voor bedrijven. En toen werd er altijd gezegd, dat kan niet en dat moet je niet doen. En ja, het grappige is dat we wel gelijk krijgen op een heleboel punten. Net als ledverlichting. Dat kon ook niet in de lantaarnpalen. Ja, we hebben nu overal ledverlichting. Dus we lopen wel altijd voorop. En je moet proberen om de achterblijvers zo snel mogelijk mee te krijgen. Ja, maar je moet dan wel een beetje moed hebben, hè, om tegen de stroom in te gaan. Ja, je moet soms impopulaire maatregelen nemen. Ja. Ik bedoel, alle inwoners hebben hier een afvalbak gekregen voor plastic afval. En nou, dat heeft tot enorme woede geleid bij sommige mensen. En nu horen wij steeds meer mensen zeggen van, jeetje, we zijn ons wel bewust geworden van een enorme berg plastic die we eigenlijk in ons afval hebben zitten. En we zijn er wel blij mee. Dus je moet als bestuurder ook in zekere zin wel een beetje voorop lopen. Ja, want je hoort natuurlijk altijd de mensen die er niet mee eens zijn. En die maken zich heel druk, vooral op Facebook en dergelijke.
Maar de mensen die denken van, och, nou gooi ik die plasticjes van mijn vlees nu toch maar in de plastic afval. Want die staat er nou toch in de plastic afvalbak. Ja, die hoor je niet. Maar dat is wel de meerderheid. En daar moet je dus niet door van de wijs laten brengen door die hele felle geluiden die je ook hoort. De plastic wordt overigens naar China geëxporteerd, hè? Ja, de afvalbranche is een hele ingewikkelde, ondoorzichtige toestand. Waarin lang niet alles goed gaat nog. Het plastic wordt niet allemaal naar China geëxporteerd. 50% gaat naar China. Maar 50%, nou, volgens mij, over die percentages wordt altijd gebakkeleid, maar een heel groot gedeelte wordt ook hergebruikt. Er zijn ook, het probleem is eigenlijk dat nieuw plastic gewoon nog te goedkoop is. Dus dat het soms makkelijker is om weer nieuwe olie uit de grond te halen en daar plastic van te maken. Maar ondertussen zijn we onze hele planeet aan het vernietigen met plastic soep. En wij zijn de politiek ingegaan om daar iets aan te doen. En dat begint ook in je eigen keuken met het scheiden van al je afval. Ja, dat kun je natuurlijk bij de producenten neerleggen en dat moet ook. En ik denk dat daar ook steeds meer bewustwording van is dat we niet alleen de eindgebruiker verantwoordelijk maken, maar ook degene die alles in plastic stopt. Alleen daar kunnen wij als gemeentepolitiek natuurlijk niet zo heel veel aan doen. Behalve dan dat je mensen bewust maakt van hoeveel plastic we niet iedere dag gebruiken. En dat je misschien sommige dingen in de winkel ook moet laten liggen omdat er zoveel plastic omheen zit. Maar ja, de eerste stap begint bij jezelf en vervolgens bij de politiek. En dan hopen we dat we verder gaan. Ja, en met glas was het ook. Kijk, glas, dat wordt heel goed ingezameld. Hè? Er is bijna niemand die nog glas in zijn vuilnisbak gooit. En daar zijn jaren overheen gegaan. En daar werd ook in het begin heel veel glas gewoon nog bij het restafval gegooid. Ook door als het eenmaal ingezameld werd. Dus het heeft ook tijd nodig om een infrastructuur op te zetten en methodes te bedenken om het goed weer te kunnen hergebruiken. Maar ik moest denken aan wat mijn moeder altijd zei. Verbeter de wereld, maar begin bij jezelf. Ja, dat is het. Ja.